Ik werd vanmorgen wakker en ik hoorde iemand zeggen dat je 100 miljoen kan winnen met de Fortnite World Championship World Cup Finals. Het ding is, je moest je gisteren kwalificeren en dat heb ik niet gedaan. Het voordeel is dat ik creator code naar Tanks Ace zit heb, waardoor dat ik mij niet moet kwalificeren, waardoor dat ik sowieso mag meedoen. Thanks to iedereen die creator code naar Tanks Ace heeft gedaan. Ik heb ook een coole RPG gekregen van mensen die naar mijn huis zijn gekomen. Hey! I'm gonna fuck everyone up als jij ook gekwalificeerd bent. Hey, I'm gonna fuck you. Als ik de 100 miljoen win, dan geef ik 25 miljoen en verspreid ik dat onder al de subscribers. Het is vakantie in België. Alle 14-jarige mensen zijn al heel de dag Fortnite aan het spelen. Hey, how you doing? Wel leuk aan het spelen, is het al heel de dag binnen. Another child dies because of Fortnite. Ik doe dit niet alleen voor mij, ik doe dit ook voor jullie. Omdat ik weet dat jullie ook scared as fuck zijn. Dus we kunnen die 100 miljoen wel gebruiken. Fortnite. Check dit. Hey. Yeah. Hey! Deze skin is wel sick, man. Die kont ziet er tijd uit en die yoga legging. Zagen jullie, dit was niet de laatste kill, man. We zijn nog niet gewonnen, nog 63 mensen left. Yeah. Ik wil die 100 mil! Yeah. 100 mil! 100 mil! Hey, 100 mil! Yeah. Ik fok wel met tempo in de Fortnite Championship World Finals. Dus iedereen probeert mij te challengen omdat ze denken van hey, die stomme YouTuber, hij verdient de monies niet. Jawel, man. Ik heb nog niks gebouwd in deze game. Er is een guy op mijn dak geland. Ik zag je, iedereen probeert gewoon mij te killen. Hey, bro! Bro, what are you doing? Yeah. Hey, had zijn mapje weer uitgehaald om iets te bouwen. In de Fortnite World Cup Final Championships heb je meer skill nodig dan een muurtje bouwen. Gewoon die clean gunfights, man. Die mooie gunfights waar hij een beetje springt en een beetje op andere dingen springt en zo. Ik had wel gedacht dat ik meer mensen ging tegenkomen. Ik had 5 kills, ik had al de hoop. Hey, misschien die 10 kill win. Oké, we gaan naar Tilted Towers. Tilted Towers. Yeah! Boy! What the fuck? Hey, ik dacht dat die kanon. Ik dacht dat ze daar iemand mee hitte dat damage dead. Yeah. Hey! Fortnite! Er probeert iemand te sneaken naar mij. Yo! What the fuck you doing? Wie denk je dat ik ben? Hey! What the fuck do you think you are? I'm just gonna build. Hey, dit is Nate die aan het build is, man. Was dit deze guy te campen? Met traps rond hem. Yo! What the fuck you doing? Wat is dit voor campspot? Yo! Niet bouwen! Stop the buildings! Dan geef je mij gewoon tijd om te healen. Thanks, bro. You just killed yourself. Ah! You just killed yourself, bro. Yeah. You have pip pip pip. Don't cry. It's okay. Hush, little baby. Don't you cry. I'm gonna fuck you up. Wordt dit de eerste video waar ik meer dan 10 kills heb? Waarschijnlijk wel. Kijk, en dan doe ik deze build. De classic. De classic acid build. De round around. En dan loop je naar beneden. Hello! Ah! Daar gaan mijn 100 miljoen. Ik heb nog een try. Ik heb elke video 3 tries om die 100 miljoen te winnen. Ik weet dat het niks boeit, maar ik had wel gewoon de eerste shot op hem. Als ik met mijn andere shotgun had geschoten, was hij waarschijnlijk dood. Fuck de tech, man. Ik had gewoon eens die fucking boog. Ik had gezien dat er een pijl en boog in dit spel zat, waar hij explosies mee afschiet. Hey, give me the gun. Okay, we go sniper rifle. Dat miste ik in de vorige game ook. Ik wil de pijl en boog. Geef mij die pijl en boog, want met deze sniper kan ik ook plays maken, maar... Wacht door. Hey! Hey! Dit is de Fortnite Finals, man. Met noobie plays kom je hier niet. Je hoort een quickscope. I fuck you up. In plaats van al hun stomme updates, zouden ze beter eens een game mode uitbrengen waar je niet in kan builden ofzo. Ik denk dat iedereen al zo vette game mode zou vinden. Want Fortnite is zo'n ander spel als je het beelden eruit haalt. Jeff. Oh, ik heb geen shotgun. Ik weet niet wat ik aan het doen, maar ik heb geen shotgun. Ik had eigenlijk nu pas door dat ik geen shotgun had. Hey, that's no problem. Zijn jullie klaar voor de sniper kills? Yeah. Op de een of andere manier haal ik er nog altijd zoveel genot uit om iemand te killen. Ik kan me voorstellen dat als je sukt dat dit spel niet zo leuk is, maar ik kan ook niet bouwen. Heel veel mensen zeggen ook tegen mij van, hey, je sukt dat je kan niet bouwen. Het is het fuck up. Probeer maar eens een meisje te fixen met je 90's. Oh. De blowhelm is niet dood. Wat? Moet ik hem quickscopen? Met de sniper. Hey, maar hoezo? Hij zit achter deze deur. Maar. Come out, wherever. Yeah. Dat was een tactische play. Dat zijn nou wel de games waardoor ik Fortnite nog leuk vind. Met die sniper rifle. Oké. Oh! Yeah. Hey!
shit, shit, shit. Dit is niet goed, man. Dit is niet goed. Ah! Oh, shit. Oh! Ah! Ja, dat was te intens, man. Ik was even niet klaar. What the fuck heb ik gedaan? Ik heb nog één try. Voor de laatste game heb ik gewoon die pijl aan boog nog. Ik weet niet waar je die kan vinden. Kan je die ergens vinden? Explosive bow. Fortnite. Waar de fuck is die explosive boom tip bow? Dit is gewoon de enige gun die ik nodig heb. Het enige wat ik gezien heb van die boog was één video dat als je mensen raakt ermee, dat bijna altijd one shot is. Jullie willen een nice game zien en ik wil een nice game spelen. Schrijf die fucking boom tip bow. Ik wil nu de boom tip bow. Dat is weer niet de boom tip, man. Deze skin is tight as fuck. Die boog ziet er ook tight as fuck. Het is niet die boog. Het is hè? Hallo boom tip bow. Geef mij de boom tip bow. Hey, do you have the boom tip bow? Yeah. My kill heeft ook niet de boom tip bow. Woehoe! Some nice fights. Oh, ik zit er weer onder. What the fuck is mijn boog? Dit is toch niet nice? Mensen bouwen hier allemaal van die rare structures. Ah! Ah! De persoon die op mij aan het schieten was dat die boog toch niet. Ik wil gewoon de bow arrow explosive. Ik heb zo het gevoel dat de persoon die... Ah! Ze heeft de bow tip explosive bow. Hey! Yeah. Hey, that's how you get fucked. Holy shit, de shotgun doet veel damage. Ik word niet aan mijn red genukt. De persoon die ik heb gekilld had, was dat ook geen bow. Mijn zoektocht gaat verder. Heb jij de explosive tip bow? Yeah. Misschien heeft hij de explosive tip bow. Who knows? Wordt er nu serieus aangebeld? Ik kan de deur niet open doen, man. Ik weet niet wie er is, maar de guy had ook geen bow. Oh shit! Oké. We hebben de explosive tip, explosive barrel bow. Ik wist dat je in Tilted Towers was. Hey, thanks aan die laatste guy, man. Okay, er zit daar iemand in een bal. Ik denk niet dat dat een probleem is. Oh, beter is dit ding fucking overpowered. Ik denk dat die mensen die aan het aanbellen zijn niet snappen dat ik nog fucking ver moet lopen voor de cirkel. En dat ik niks heb om sneller te gaan. Dus hey, wait a second, guys. Ik hoor rare shit. Hey, ik heb de boom bow. Leave me the fuck alone. Hey! Yeah. Hey! Wat denken deze mensen dat ik zomaar ga opgeven? Ik heb heel deze game gezocht naar die fucking bow. Ik ben klaar, man. Ik ben zwaar klaar. Nog 16 mensen. Ik heb de explosive tip. Explosive bow. Ik ga gewoon iemand aan het zoeken om te poppen met deze bow. Het moet een mooie kill zijn. I'm ready to fuck everybody, man. Oh, oh. Het is een strike. Het is een strike! Ik ga niet gekillt worden door een fucking strike. Leave me the fuck alone. Ah, nee, what the fuck? Ik had de boombo. Nee. Ik had de fucking boombo. What? Het is oké. Het me gewoon dat de eerste chest die ik nu opentrek gewoon weer de boombo is. De eerste chest die ik opentrek wordt de boombo. Wat stomme mannetjes. Fuck jullie. What the fuck you doing? What the fuck? Oh, ik dacht dat dit de bow was. Misschien zit de bow in de map. Als de boombow in deze kaart zit, dan is alles safe. Want dan heb ik me fucking losgevest. Oh, come on! Ga even nog deze medkit gebruiken en de Chuck Jug opdrinken. Want hey, als er iemand mijn loot opraapt, ga je een Chuck Jug worden. Bedankt om te kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het hard vonden. Oh shit, er ligt een crate achter me. Ik ben deze video niet aan het stretchen. Hey, ik heb nog één kans, man. Hij zat niet in de schatkist. Er is God die gewoon zegt van, hey bro, hij gaat niet in de schatkist zitten, maar ik drop even een supply drop waar hij wel is het. Dan weer een fucking chuk chuk. Boog moet hier zijn. Like, ik heb een gevoel dat die boombo ergens in de buurt is. Ik weet dat ik had deze video al lang moeten afsluiten. En ja, de mensen die naar de klok hebben gekeken, like, ah, fuck you all. Stap 1, throw in the dynamite. Stap 2, schiet ballon man uit de lucht. Yeah. Dat was die free kill, man. Hey! Nog 10 seconden. Hij mag mij proberen te killen. Dat gaat hem toch niet lukken. Ik zit hier gewoon safe. Achter de reboot squad members. It's not gonna work. It's not gonna work. 1 seconde. Ah! Fuck, ik heb geen materials. Ik heb wel materials. Leave me the fuck alone. Ik denk dat die guy doodgegaan is. Where is the fucking bow? Hij is hier duidelijk doodgegaan, man. Ik zie geen bow. Where the fuck is the bow? Deze guy, deze guy. Waarom probeer je de boot te stelen, man?
Ik zag de boog. Ik zag de boog. Deze guy heeft de bow. Deze guy heeft de bow. Hij heeft de fucking bow. Hij heeft de bow. Hij is dood. Die bow was van mij, man. Die bow. Fuck. Ik wil gewoon de boog. Zoveel gevraagd om die... Ik bedankt om te kijken naar deze video. Mijn naam is Acid. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Fuck die boog, man. Die... En vergeet niet creator code aan thanks Acid. Als je het nog niet hebt gedaan, dan ga je de boog nooit vinden in Fortnite. Hé, hey, ik weet dat iedereen de boog wil. Dus ik wil... Yeah, I love you guys. Thanks for watching. Bye. Hallo. Als je John die stapt daar echt gewoon. Ik heb al geaccepteerd en ik ga John er schoenen naar rechts. Mijn ene AirPod staat nog altijd in. Mijn andere was in mijn hand. Komt er ineens nog een guy naar mijn AirPod. Hij pakt zo die ene AirPod uit mijn hand. Die andere zat nog aan mijn oor. Ik weet niet waarom, maar hij steekt die fucking AirPod in zijn oor. En de muziek van mijn telefoon begint weer te spelen.